Alweer een overval in de Groene Straat in Nijmegen. Gisteravond was een cafetaria aan de beurt. Vandaag ging de deur daar wel weer open. Goedenavond. En verder in deze uitzending, Erik uit Vaassen. Hij heeft al 50 turnmedailles en dat kunnen er zomaar meer worden. Hij is een van de deelnemers aan de Special Olympics World Games die vandaag werden gepresenteerd. Ik verwacht een oude medaille. Ik ga ervoor. 100%. En de vinders van de Gouden Drol hadden vandaag de dag van hun leven. Ze mochten mee onder de stad, het riool in. Ik heb het prima naar mijn zin. Ik zou hier wel langer willen blijven. In Nijmegen is gisteren een arrestatieteam ingezet nadat een cafetaria aan de Groene Straat werd overvallen. Getuigen zagen de verdachten wegrennen en een woning binnengaan. De horecazaken in de buurt worden al lange tijd geplaagd door een reeks overvallen. 2,5 week geleden was het ook al de beurt aan een Chinees restaurant in de Groene Straat. En gisteravond bij de cafetaria achter mij. Daar kwamen twee gewapende mannen binnen. Eén met een mes en de ander met een nepvuurwapen. Onder bedreiging van dat wapen stonden zij geld en sigaretten af en vluchtten daarna naar buiten. Een getuige zag dat de daders wegrenden naar de Willemsweg, een zijstraat van de Groene Straat. Zij renden daar een huis binnen. Een arrestatieteam viel de woning binnen en hield de drie verdachten aan. Het gaat om jongens van 16, 18 en 19 jaar. Ik sprak vanmiddag met de broer van een van de verdachten en hij is totaal ontstemd dat zijn broertje bij deze zaak betrokken is. En hij schaamt zich eigenlijk ook naar de eigenaar van de cafetaria. Inwoners van onder meer de Veluwe en het rivierengebied kregen vandaag een NL-alert op hun mobiele telefoon met de oproep ramen en deuren dicht te houden. Een lekkende tankwagen in Alblasserdam veroorzaakte een enorme stank. En die stank verspreidde zich over een groot deel van onze provincie. Bij het schoonmaken van een tankwagen in Alblasserdam was de stof petrolat, dat is een soort olie, vrijgekomen. Die stof is niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar die zorgde wel voor een penetrante, rubberachtige geur. In totaal kwamen er zo'n 100 klachten binnen bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het was een hele belevenis, omdat ze een verstopte gouden drol als eerste hadden gevonden, mochten Henk Erkelens en zijn vader André vandaag door het Arnhems hoofdriool lopen. Het manshoge riool is 150 jaar oud en wordt gerenoveerd. Gekleed in een beschermend pak en met laarzen aan daalden vader en zoon af in het riool onder het Arnhemse centrum. Langzaam verdwijnen Henk en zijn vader in het riool, 10 meter onder de grond. En ze krijgen alle uitleg die ze willen. Welkom, daar zitten we dan, in het hoofdriool van Arnhem. Wij noemen het ook wel eens de nachtgracht, maar het is echt ons belangrijkste rioolstelsel. Want 70% van Arnhem-Noord zit hierop. Maar wat je daar ook kunt zien, zie je ze hangen. Allemaal doekjes, dat zijn de toiletdoekjes. Nou, die gaan in onze pompen zitten, waardoor die vastslaan. Hier zie je ze ook liggen. Het barsten van. Naast doekjes en drollen vinden de mannen ook nog een rioolpaddenstoel en zelfs een heuse pad. Het Arnhemse hoofdriool is meer dan een kilometer lang. En loopt onder de Willemstunnel de oprit van de Mandela-brug tot vlakbij het station. Het loopt nog een heel stuk door, een paar honderd meter, en dan kom je in Park Zonsbeek uit. Henk en zijn vader krijgen er geen genoeg van. De ene na de andere gang wordt doorlopen. Ja, je komt hier nooit. Je weet niet dat het hier ligt. Dus ja, het is super. Dus en dan samen met mijn vader, nou, dat is een super mooie ervaring om dat een keer mee te mogen maken. En met de stank valt het wel mee volgens Henk. Hier ruikt het lekker. Ja, vergeleken met de vorige is het hier hartstikke fris en schoon. Ja. Na een uurtje staat Henk weer buiten. Al zal geen wc-bezoek meer hetzelfde zijn. Ja, super. Helemaal top. Turner Erik van Loenen uit Vaassen is de Epke van de Special Olympics en klaar voor de World Games in Abu Dhabi. Ondanks zijn beperking heeft Erik al 50 turnmedailles weten te veroveren. Vandaag schitterde hij op het podium in Utrecht, waar het Nederlands team voor de Special Olympic World Games is gepresenteerd. Ik verwacht een oude medaille. Ik ga ervoor. 100%. Ik ga het doen. Turner Erik gaat voor goud tijdens de Special Olympic World Games in Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten. De turner uit Vaassen trekt landelijk de aandacht met zijn oproep aan de wereldkampioen turner Epke Zonderland. Like this man. Je vliegt toch zo graag, maar vlieg je mij voorbij?
Vorig jaar krijgt hij de kans om het op te nemen naast Epke in de Ziggo Dome. Maar nu geen show. Erik zal moeten strijden voor een medaille tijdens de Special Olympic World Games. Hier is Erik. Erik komt eraan. Abu Dhabi, here we come. Wat betekent deze sport voor hem? Nou, zonder deze sport zou hij geen eigen sociaal netwerk hebben. Kan Erik nog zonder herkend te worden in Vaas over straat? Nou, hij was al heel bekend in Vaas hoor, dus, maar dat is wel een beetje verergerd nu. Gaat hij goud halen? Nou, dat maakt niet uit. Het gaat ons om het plezier wat hij erin heeft. Dat is het allerbelangrijkste. Ik wil even reageren op wat mevrouw zegt, maar Erik gaat wel voor goud. Ik weet zeker dat hij goud haalt, of niet? Ja, zo is het, pa. Daar gaat het om. Daar gaat het om, de allerbeste. Maar het is niet belangrijk, maar hij haalt het wel. Ik ga het wel halen. Het team is nu gepresenteerd. Half maart, dan komen de sporters, waaronder Erik, in actie. Dolgelukkig waren ze gisteravond bij The Voice of Holland. Neverone uit Nijmegen is door naar de halve finale, maar moest vandaag gewoon wel weer op tour. Straks meer. Bij een botsing op de Lochemse weg in Warnsveld is vanmorgen een automobilist om het leven gekomen. Even na 8:30 vanmorgen belandde een bestuurder met zijn auto in de berm. Toen hij bijstuurde, botste hij frontaal op een tegenligger. Door het ongeluk ontstond er een flinke ravage. De weg is een tijdje afgesloten geweest. Er werd ook een traumaheli ingezet. Bij een ongeluk in Apeldoorn is gisteravond een 18-jarige jongen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van het politiebureau aan de Europaweg. De jongen werd geschept door een auto en overleed ter plaatse. De automobilist is aangehouden voor onderzoek. Het gaat om een Apeldoorner van 53. In Maurik is gisteravond een auto te water geraakt. In de auto zaten drie mannen. Het ongeluk gebeurde bij de Tielse straat in Maurik. Eén man raakte gewond en moet naar het ziekenhuis. Een andere man is meegenomen door de politie en de derde zou zijn gevlucht. Een paard dat vanmiddag in Dremt uit een stal is ontsnapt, is in een put beland. Het dier kon er op eigen kracht niet uitkomen. De brandweer rukte met mannenmacht uit. Met een kraan is zelfs een gat gegraven, zodat de brandweerlieden bij het paard konden komen. Het paard is er heel huids uitgekomen. Er is veel onwetendheid over de islam en daarom ontstaat er een enorme kloof. Dat is wat de moslimgemeenschap Ahmadiyya vindt. En daarom gingen ze vandaag de straat op in Arnhem om met mensen in gesprek te gaan over hun geloof. Ik ben moslim, stel me een vraag. Met dat bord gingen deze Ahmadiyya-moslims de straat op om het gesprek aan te gaan over de islam. Volgens hen wordt er negatief naar de islam gekeken. Wij zien bijvoorbeeld vandaag de dag best wel negatief nieuws als het gaat om de islam. En ik denk dat als wij op deze manier mensen gaan informeren, dan gaan mensen denk ik dingen ook beter plaatsen als het gaat om moslims en als het gaat om de islam. Toch is er ook kritiek op de Ahmadiyya-moslims zelf, die een minderheid vormen binnen de islam en door andere moslims worden gezien als ongelovigen, omdat zij naast profeet Mohammed nog een andere profeet aanbidden. Mijn inziens is het aan God om te bepalen wie moslim is en wie niet. En niet de andere moslims om dat op zichzelf te nemen. Op straat ontstonden er diepgaande gesprekken over geloof en cultuur. Dan denk ik dat je bij het uiten van felle kritiek, waarbij je soms mensen gaat kwetsen, denk ik dat je daar wel twee keer bij na moet denken. Mensen hebben wel iets te lange teentjes. De actie leverde positieve reacties op van voorbijgangers, die begrijpen dat de moslims uitleg geven over hun geloof. Dat snap ik heel goed inderdaad. En dat is ook heel goed, want dan kunnen mensen antwoorden krijgen. En dan krijg je niet zo'n vertekend beeld over het nieuws. En dan weet je ook inderdaad dat goed te kunnen scheiden. Ik zie inderdaad heel veel duimen ook omhoog. Maar ik zag ook iemand voorbij komen die stak de middelvinger naar jullie op. Je hebt het zelf waarschijnlijk niet gezien. Maar wat vind je daarvan? Nou kijk, natuurlijk er zijn gewoon mensen die dan wat negatiever zijn. Wij trekken ons vooral daar niet veel van aan. Wij gaan gewoon door met onze actie. En wij willen gewoon verbinding zoeken. En als die mensen dat niet willen, Dan is dat hun eigen keuze. En dan de Nijmeegse rockformatie Neverone. Ze zijn door naar de halve finale van The Voice of Holland. Het publiek en de jury waren lovend over het optreden van de band. Maar vandaag staat Neverone alweer in een nu nog lege zaal in Os, waar ze vanavond zullen optreden. Hoe was jouw nacht? Wat beter dan vorige week. Vorige week moesten we meteen door naar de Efteling. Dus dat hebben we 3 uur geslapen of zo. Maar vanavond wat meer. Dus dat is fijn. Maar vandaag toch weer optreden? Ja,
Ja, we moeten door. Ja. Het is best een heftig programma zo. Lyrische reacties kwamen er na dit optreden. I have climbed highest mountains. I have run through the fields only to be with you. En dit, ja, zo'n U2 is ook, ik vind qua boodschap is een hartstikke mooi nummer. Ik vind sowieso die Rel & Hum versie. Met het koren en zo. Ja, dat is helemaal in een prime time. Dus als ik daar zie, dan daar ben ik echt wel fan van. These city walls only to be with you. Maar winnen vindt hij niet het belangrijkste. Dus het was zoiets, nou, als het hierbij blijft, nou, helemaal prima, jongen. Maar ja, weet je wel, het is, dan heb je zo een keer iets, zo'n circus meegemaakt. Je hebt iets supermoois uitgehaald. Alles wat erbij komt is alleen maar mooi meegenomen. Het is mooi om te doen. Ik vind het nog mooier dan wel in die zin. Of nou, sporten heeft dezelfde kwaliteit. Maar bij sport heb je toch vaak. Dan heb je toch het ene team tegen het andere team. En bij muziek heb je maar één team. Dan ga je, je komt allemaal om, weet je wel, een mooie avond te hebben. En ja, dat is het vetste wat er is. Het weer dan nog. Vandaag horen we er meer over van Jordi Bloem. Wat een wind hè vandaag. Vanuit het zuidwesten, windkracht 5 tot 7, 5 tot 7 Beaufort met flinke windstoten. Maar ja, vandaag zagen we nog wel de zon. Morgen gaat dat denk ik niet lukken. Het wordt een bewolkte en bovenal erg natte dag. We zien de regenstoring van morgen al duidelijk terug op de bewegende satellietbeelden. Hier een groot gebied met bewolking en regen, behorende tot een lage drukgebied daarin verscholen. En dat komt regelrecht op Nederland af en precies morgen. Dus morgen, ja, een en al regen, misschien af en toe even droog en er kan veel regenwater vallen. Nou, vanmiddag waren er dus nog wel opklaringen in Gelderland en eerst waaide het nog fors. Maar vanavond en vannacht is de wind minder, is uiteindelijk meestal matig van kracht. Vannacht is het bewolkt en in de loop van de nacht dient die regenstoring zich aan vanuit het zuiden bij een graad of 7. Ja, morgen is het de hele dag grijs en grauw in Gelderland. En er zijn flinke perioden met regen. Misschien in de loop van de ochtend dat het tijdelijk droog is en ook aan het begin van de middag. Dat moeten we even afwachten. En alles bij elkaar kan er morgen overdag meer dan 10 mm regen vallen. Plaatselijk misschien wel zo'n 20 tot 25 mm. Oftewel plaatselijk 20 tot 25 liter water per vierkante meter. En het wordt morgen 8 tot 10 graden met matige zuidwestenwind kracht 3 à 4. Maandag is de zon terug in het Gelderse weerbeeld. Een hele aardige dag. Mogelijk valt een bui en met een frisse noordwestenwind wordt het 8 graden. De dagen daarna is het rustig februari weer. Overdag een tikje lenteachtig. Zeker als de zon doorbreekt. Bij tijden zonneschijn en 's middags 7 tot 9 graden. De nachten worden wat kouder. In de loop van volgende week nachttemperaturen zo omstreeks het vriespunt. Tot zover het nieuws. Meer ziet u op gld.nl en op onze app. Een fijne zaterdagavond nog. Dag!